Good, Kelfab. Ik ben hier met Dionne onder die. Het is weer een feest en het is een feest als je erbij bent. Carnaval geweest, als mensen deze video kijken. Oh. Ik hou er niet van. Ga je nou... Nee, carnaval is hartstikke leuk. Heb je ooit carnaval gevierd? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, en? Niet heel goed afgelopen. Maar in de trans van... Het was wel heel gezellig, maar ik had gewoon... Topverhaal! Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Ik ben hier samen met Dionne, want vandaag gaan we iets heel erg gezellig leuks doen. Namelijk, we gaan... Tinderen! Als jou. Nee. Want zij is nog vrijgezel. Nee. Mochten mensen nou niet weten wie dit is, zeg het even. Ik ben Onnedy. En? Ik maak YouTube filmpjes. En? Ik ben 27. En? Ik heb een hele leuke. En dat is het. Ja. Okay, we gaan samen iets leuks bedenken voor je profiel, ja? Ja. Gaan we dan echt iets doen wat klopt of wat niet klopt? Okay, goed overleg moeten we doen. We doen het samen, hè? Maar ik ben hier niet om je erbij te naaien. Het is gewoon een heel apart iets. Ik heb nog nooit op Tinder gezeten. Ja, ergens op een blauwe maan, 15 jaar. Waarom zeggen allemaal mensen blauwe maan? Jill zei ook al, ik heb wel eens op een blauwe maan. Ik heb nog nooit die term gebruikt. Oh ja, ik wel. Ergens op een blauwe maan. Vet. Mocht je nog niet bekend zijn met mijn Tinder-serie, dan gaat het als volgt. Ik nodig iemand uit, zoals een vrouw, zoals Dionne, zeg maar. Maar hi. Oh my god, skipt hij me nou? Dat kan echt niet. Sinds 2 jaar skip ik altijd al iedereen die ooit bij mij een video maakt. Mocht je niet bekend zijn met de serie, ik ga met iemand op Tinder. En dat doe ik eigenlijk omdat ik weet niet waarom. Ik Tinder zelf niet en ik ben altijd benieuwd hoe het is om als vrouw zijnde mannen van je af te moeten slaan. Wat is tot nu toe jouw ervaring daarmee? Ja, deze stel je moeilijk vraag zeg. Ja. Moet ik even over nadenken hoor. Ik vind het gaaf. Nee, ja, nee, het is altijd verschillend, weet je. Het is altijd gewoon of het mond uit in een of andere super weirde, rare nude pic vibe. Echt? Of het is echt zo van, we hebben letterlijk gewoon een leuk persoon gevonden. Normaal gesproken kun je natuurlijk een hele avond gewoon tinderen en dan kijken wat er tussen zit. Maar nu moet het eigenlijk gewoon even in de 20 minuutjes of ja, zo. Ja, we gaan ook alles gewoon meteen naar... Ik wil wel eens even achterkomen wat jouw type wat man mijn type is. Nou, die zit waarschijnlijk niet op Tinder. Jawel. Elk type man zit op Tinder. Zelfs is de tattoo Tarzan. Met baard. Oké, laten we heel even kijken naar je profieltje. Dit is je profieltje, Dionne 27. Nou, wat leuk. Je wordt helemaal verlegen. Ja. Wordt Dionne nou verlegen? Ik heb mijn eigen Tinder profiel. You made it. Ik heb een aantal foto's uitgekozen. Want ik dacht, weet je moet een beetje afwisselende vibes hebben, ja, toch? Om alleen maar foto's te laten zien waarin je tatoeage en show bent. Is een beetje zo van, ah, oh, ja, we get that you have tatoeage. Ja, dat snap ik. Dit was zo van, yo, ik heb een hert op mijn schouder. Bam. Kijk, dit heb ik als eerste foto gedaan. Oké. Okay. Want dit was zo van, hey, ik ben een mens. Zonder tattoos. Zonder tattoos. Dan kijk je even verder en denk je, hey, oh, ze heeft ook nog een hek. Ja. Oh, ze is ook nog stoer. En dan, wow, ze heeft ook nog vette hert. Like. En je bio is Dionne Slachten. 27 years old. Met een koptelefoon, want je houdt van muziek. Ja. Ster, want je bent een ster. Okay. En een avocado. Waarom? Weet ik niet. Ik ben echt niet gezond. Nou, ik weet niet. Ik hou wel van avocado. Ben je klaar voor het moment van je leven? Ja. De dames waarmee ik Tindervideo's heb gemaakt zijn volledig geflipt na de video. Ja. Hun hele wereldbeeld is fucked up geraakt. Dus, Oké, we gaan beginnen. Jan is 30 jaar, assistant IT-manager. Vette baard. Hij lijkt echt niet op zijn eerste foto. Oh ja, ik moet je het trouwens even meegeven. Alle foto's blur ik. Dus jullie kunnen eigenlijk niet meegenieten met wat we zien. Maar dat komt omdat ik anders aangeklaagd word door Mongolen die niet willen dat ik weet dat ze op Tinder zitten omdat ze stiekem een vriendin hebben. De telefoon is officieel nu van jou. Ja? Nee. Dit wordt hem ook niet. Nee. Jeroen, heb je mijn... Ja. Nee, maar kijk, weet je, hoe lul ik me hieruit? Gender, man, dat is nog altijd een vrouw. Oh! Nou, dit is toch wel de Tarzan baard die je zoekt in je leven. Ken ik hem? Nee, wat heb ik gedaan? Ja, je hebt gelijk. Ik heb hem ook een super like gegeven. Nee! Je hebt die telefoon ook echt als een soort omaatje vast. Ja, ik durf dit niet. Die niet. Nee, joh. Nee. Je hebt het wel moeilijk, hè? Waarom geef je deze mannen niet gewoon eens een kans? Hallo. Hé, hey, hem ken ik. Ik heb met hem op de Herman Brood Academie gezeten. Niet. Nee, heet hij letterlijk Fuk? Fuk. Fuk. Ja, Fuk is super aardig. Like Fuk even. Kan toch niet? Raar. Ik wil Fuk niet fokken. Ah, te laag. Like hem gewoon. Nee! Oh. Hé! Hey. Ja, je hebt hem net! Lekker, te gaan beginnen. Nee. Stom maar met nee. Moeten we dus nu gewoon allemaal... Hier, deze man heeft je gesuperliked. Hij is 18! Het mag. Legally allowed. Ja, je hebt hem... Ja, lekker video. Hey. Oké, mag ik? Jij mag. Kijk, alweer. Je hebt likes aan. Je hebt echt veel matches. Ja, volgens mij mannen die doen alles gewoon naar recht. Ja, dat kan. Nou, nee. Ah, wat is dit dan weer voor een raar vertekend beeld van de man? Nee, dat zie ik heel vaak. Hé, hey, Marco Borsato. Gewoon totaal niet. Jawel. Ricardo. Okay. Dit is precies wat je wil. Kijk man, jouw likes gaan through the roof. Maar het zijn ook wel projecten. Oh my god, gast. Hey, je hebt weer een match. Weer een match. Ik ben zo blij voor je. Hey, ik ga dit zelfs naar links. Maximiliano. Oh, jawel. Je hebt een like met Maximiliano.
Je moet nou eventjes de trotse Dionne zijn. Je moet niet, je bent perfect. Was het maar zo. Ik weet niet waar ik naartoe wou met die zin, maar dit is echt niet normaal, hoor. Nee, joh. Je hebt gewoon bijna 50-50. Ja, dat is echt waar. Hey, er begint iemand te praten. Nee. Oké, nu komen we in stadium 2, dames en heren. Tijd voor ronde 2. Ding, ding, ding. We gaan even een aantal gesprekjes opstarten met degene waar jij matches mee hebt. Je hebt tot nu toe 10 matches. Oké. Daar mag je zeer trots op zijn. Ik had 3 super likes. Yeah! Maar het waren ook weer projecten. Jij met je projecten. Je hebt al 2 gesprekken. Hoe kan je hier zitten en niet uit je stoel schieten van enthousiasme? Yes! Ik ben zo trots op mezelf. Daten? Hij heet Sa. Zijn bio is why speak if we don't meet. Hier. Moet het echt? Ja. Wat zeg ik hierop? Ik durf dit niet. Ik durf niet. Wat moet ik hiermee? Heb je een blackout? Ja. Kan het niet. Jij zit er echt alsof je een steen vast hebt. Ja, dat wil jij alsjeblieft helpen. Ja, is goed. Aje, Dutch. Oh, zo doen we dat. Hey Dionne, alles goed? Je bent echt mooi. Dank je. Dat is toch leuk om te horen? Ja, nu. Waar zijn je emoties, Dionne? Voordat ik dit vriendje kreeg, had ik een date. En die jongen die was een soort van mij helemaal een soort profiel aan het opstellen. En die kwam de tweede date. Hey, ik denk dat je autist bent. En neem je zoals je bent, zei hij ook echt. Ja, ik weet van mezelf, ik ben hier niet goed in. Hey Dionne, alles goed? Je bent echt mooi, dankjewel. Dankjewel, lieve Erhan. Dat zou ik nooit zeggen. Oké, dan doen we dat niet. Dankjewel, Erhan. Een snowboard emoji. Met mij gaat het prettig. Met jou? Ja. En gewoon zo sociaal incapabel, maar het is niet normaal. Ja, maar weet je, ik heb dit nooit geleerd. Nee, ik dus ook niet. Kom, we gaan gewoon kutten. Dionne in action, man. Waar komt u vandaan? Ik zal jullie even een korte wrap-up geven van waar we nu staan in het Tinder-leven van Dionne. We hebben een gesprek met Erhan. Hij vindt haar prachtig. Daarnaast hebben we nog Frederico. Weten we niet zo goed wat dat is. En dan hebben we ook nog Sa. En Sa wil daten. Yeah. 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 Leiden en jij? Voor de. Oh, hij vraagt, wat zoek je? Geld en geluk. En jij? Nou. Hey, een super like van Tom. Iedereen die super like, die doen mij ook gewoon liken. Gewoon omdat het kan, ja? Het maakt nu niks meer uit. Moet je helemaal gereden. Yo, je bent aan het matchen, ouders, niet normaal. Ik heb letterlijk nog nooit zoveel super likes gehad. Jij hebt echt om de 5 heb je een soort van super like of zo. Kijk, nu weer. Koude, hoe kom jij aan zoveel super like? Stop het niet. Ik denk dat ze jou heel interessant vinden. Waarschijnlijk denken ze gewoon, weet ik veel. We moeten eventjes een aantal gesprekken op gang brengen. Erhan moet in de game blijven, vind ik. Ja, ja, Martijn was ook oké. Wat, ben jij ooit het gesprek begonnen? Nee, ik laat me verleiden. Nee, waarom zeg je dat? Dus jij moet dit gesprek beginnen. Misschien vind ik dat juist wel heel komisch. Anders klap ik dicht en zo. How are you? I'm fine. And you? Oké, Erhan. Hoe bedoel je geld? Erhan is wel een Casanova, man. Dude, you look pretty. Dionne, luister eventjes naar me. Ik weet dat je een groot fan bent van Tinderen, maar het moment is daar. Je moet eigenlijk even 2 gesprekken kiezen die je gaat voortzetten. Oké, we gaan verder met Erhan. Goeie keus. En gaan we ook met Jason praten. Wie de fuck is Jason nou weer? Weet ik niet. Nee, we doen wel Frederico. Je said good life. Ja, we doen Frederico. Frederico en Erhan. Wow, man, ga daar. Mag ik het gesprek even hijacken? Je mag alles doen wat je wil. Dik pik. Hoe lang ben je vrijgezel? Een dag of zo. Echt? Hij is wel een praatgrage jongeman. Hé, Erhan, als ik kijk, je naam lijkt op Erdogan. Maar daar kun je ook niks aan doen. Nee. Wat vind je mooi aan mij? We gaan in de tussentijd eventjes naar Frederico. You say it good like to me. Good luck? Deze man praat niet eens. Yes, very good luck. I'm very lucky. I like Titanic, the movie. Right? Kijk, maar dit is de ultieme test. Als vrouw moet je gewoon zeggen, I like Titanic. Het antwoord van de man is bepalend voor wat voor guy het is. Vind jou zo lief, schattig uitzien. Schattig. Vind jou zo lief, schattig uitzien. Nou, dan heb je helemaal niet naar mijn foto's gekeken. Nee, je moet hem nou niet meteen op de grond slaan. Ik ben ook heel schattig. Jij bent schetig. Jij bent schetig. Kijk, je kan het wel. Yeah, who don't like Titanic? It's my best film ever. Ik zei het toch. Dit is echt zo'n vieze slijm, want die echt denkt, oh, ik ga ook maar zeggen dat Titanic vet vindt. Echt nu of die houdt van Saw, dan klopt het echt niet. You also like Saw movies? Ach, lief. Deze jongen wil maar één ding. Waarom gewoon zit je op Tinder? Kom je tekort? Ik dacht, waarom niet zo leuk zijn als ik leuke personen zou tegenkomen? Hij kan niet eens goed Nederlands. En jij? Wat zeg je? Seks? Van kijk wat hij daarop zegt. Ja, ik kijk, ben benieuwd. Echt? Ja, is dat raar? Of een probleem? Voor jou. Kijk, want als een man nu zegt, ja man, let's go. Dan gaat er wel iets mis in het hoofd van een guy. Ik denk dat heel veel mannen ook gewoon op Tinder zitten voor poes. Ja, denk het ook. Denk dat ze dan zoiets hebben van, oké, is goed. Yeah, I like. I watched the last few days ago. I really like. Are you actress? Wat is deze man? Deze man is wel een beetje too much, hoor. You also like rapper Shores? Ah, lief van je. Je bent cute. Hihi. Als het ooit uitgaat zo met mijn huidige relatie, krijg ik echt gewoon nooit meer verkering. I prefer reggae, but yeah, I like 90s rap. And you, what do you like it? Ik ga officieel afscheid nemen van Frederico. Ja, Frederico, je bent gewoon saai. Frederico, I get penis. Really from
me your talkings. So goodbye. I can't snap a mini from your talkings. So goodbye. Oké, Erhan. Ik heb hem veel te lang in mijn handen. Natuurlijk wil ik het, maar ik wil iemand niet zo behandelen. Dus hij wil wel seks, maar hij wil niet omdat... Wat doe je op Tinder dan? Heb je al spijt dat je ja hebt gezegd op deze video? Nee, ik vind het heel interessant. Echt merkwaardig. Fuck het klokhuis. Dit is wetenschap, ouwe. Let's go. Dames en heren, we hebben 3 opties. Namelijk 1. Hij gaat je met respect behandelen en zegt... Yo, je moet niet zo sletterig doen, want je bent een vrouw. Je moet zijn respectvolle wezen. Optie B is, yo, neuken. En optie 3 is, hij wil een vriendinnetje. Hij wil seks. Hij wil sowieso seks. Of hij is toch... Hij wil het niet omdat hij niet durft. Dat is geen optie. Kies iets. Kies je A, B of C. Dion, B. Wow. We gaan het onderzoeken. Oké, dit heeft hij gereageerd. Ik dacht, misschien kom ik leuke meisje tegen een relatie, dus waarom niet? Ik geloof het niet. Wil een relatie? Helemaal niet. Dat zoekt hij op Tinder. Geloof ik gewoon niet. Wat zoek je in relatie? Wat blijft je antwoord dan? We hebben de hele tijd best wel een gaar gesprek met Erhan. En ik snap er eigenlijk geen reet van deze jongen. Het is een beetje als volgt gegaan. Wij vroegen, wat zoek je in een relatie? Toen zei hij, gezelligheid, leuke dingen doen, samen eten, jij. Zullen we vanavond afspreken bij mij thuis, hebben wij gevraagd. Toen zei hij, ik ga naar verjaardag. Leuk, je weet wat dat betekent. Vraagt hij wat? Jij denkt dat deze jongen alleen maar seks wil. Dat was je antwoord. Ja, ik denk dat hij leuk vindt om contact te hebben met iemand, maar eigenlijk te mieterig is om echt langs te gaan. Iedere jongen zou die verjaardag afzeggen, toch? Als je wil neuken. Nee, juist. Dat is wel waar. Dus eigenlijk had je het gewoon hartstikke hard fout. Ik heb letterlijk zegt birthday sex, right? Hij zegt, nee! Ik ben wel ziek teleurgesteld in Erhan. Op het moment dat hij de controle verloor, vond hij het niet meer leuk. Dat is de conclusie van vandaag. Je hebt gewoon tering veel mannen die geïnteresseerd zijn in je, omdat je er gewoon exotisch en interessant uitziet. Exotisch? Jij mag even doortinderen met allemaal mensen. Dames en heren, dankjewel voor het kijken naar deze video. Abonneer even op mijn kanaal. Hey, abonneer ook even op Dionne. We hebben ook een video gemaakt waarin wij het ding het slijm. En dan blind. Blind slijm maken. Blind slijm maken. Oké, mensen, bedankt voor het kijken. I love you. See you next time. Hey, bye. Bye.